Welkom bij Wovar. In deze video gaan we een tochtstrip monteren. De tochtstrips van Wovar hebben we in verschillende kleuren. De meest voorkomende zijn wit of zwart. Daarnaast hebben we ook nog verschillende diktes. Het is belangrijk dat u eerst de dikte opmeet van de kier bij uw deur voordat u een tochtstrip gaat bestellen. Elke tochtstrip is in totaal 7,5 meter lang. Dit is doorgaans genoeg voor één deur. We gaan nu aan deze zijde een tochtstrip plaatsen. Voordat we dat gaan doen, gaan we eerst het kiertje opmeten. Die is 6 mm. Omdat we hier te maken hebben met een stompe deur, plakken we de tochtstrip op het kozijn. Heeft u nou thuis te maken met een opdekdeur, dan plaatst u de tochtstrip op de deur. We hebben net het kozijn stof en vet vrijgemaakt. Maken we het doosje van de tochtstrip open. We kiezen in dit geval voor het contrast voor een zwarte tochtstrip. U ziet dan een dubbele rol in het doosje zitten. In totaal is dit 7 meter en 50 centimeter. Maar in uw doosje ontvangt u altijd twee gedeeltes van 3,75. Tochtstrips van Wovar zijn zelfklevend. Trekken we even een stukje los. Beginnen we bovenin. Plakken we hem aan de kant waar we van afgemeten hebben. Moeten we wel een beetje begeleiden dat hij niet scheef gaat. Daar zijn we nu. Aan het einde gekomen van het kozijn gaan we met een scherp afbreekmesje heel simpel de tochtstrip afsnijden. Deze kunt u eenvoudig meebestellen. Zo, dan is deze kant van het kozijn voorzien van een tochtstrip. Dan gaan we even laten zien hoe dat er dan nu uitziet. Nu kan het natuurlijk zo zijn dat je aan deze kant van de deur een wat smaller kiertje hebt. Als dat het geval is, dan raden we aan een dunnere tochtstrip mee te bestellen. Dit was de video over onze tochtstrips. Wilt u nou meer weten of bestellen? Ga dan naar wovar.nl/tochtstrips. En onthoud, Wovar bevestigt het keer op keer.